Voordat iemand commentaar geeft, ja, de baard gaat er ook af. Het is niet zo dat ik nu een halve terrorist ben geworden met de baard en de korte haar. Duw. Maar, ik zit er naar te kijken, dus ik zeg het. En jij zit nu naar de nieuwe Simon 6 te kijken, een vlog van maandag. En ik wil het even met jullie over een paar dingen hebben. Waaronder over dit weekend. En dan vooral de game-gerelateerde dingen dit weekend. En één ding, ik bedoel dat. Heitje voor kawaitje. In 1998. Nee dus. Anyways, we gaan verder met waar we gebleven waren. En dat is dit weekend. En één ding dit weekend sprong er voor mij bovenuit. Het was iets ongelooflijk awesomes. Iets super vet. Iets waanzinnigs. Het is... ik ga het eerst even laten zien aan jullie. Het is dit. En het is gemaakt door RM Niels. Iedereen die het vragenvuurtje woensdag volgt altijd op de comments onder mijn vloglijst. Die zal hem regelmatig tegenkomen. Die heeft dus eventjes een Simon 6 intro gemaakt. Ik vind hem super vet. Ik ga even kijken of ik hem gewoon ervoor kan doen. Vertaan voor de vlogs. Ik ben in ieder geval ongelooflijk blij mee. Dus dat moet gezegd worden. Daarnaast wil ik het even over twee games hebben. Eentje heel kort. Destiny. Nee, ik ga het over FIFA hebben. Eerst. Ja, twee games. FIFA 15. Ik heb de demo gedownload en wat zitten spelen met FIFA 15. En ik moet zeggen, ja, het is weer lekker. En het is weer wel weer, ik weet niet of het positief of negatief is, maar het is net zo, het zijn altijd de kleine dingen bij FIFA tegenwoordig. Weet je wel, nu kun je iets meer doordrukken, iets preciezer met de bal lopen, iets lekkerder snijden. Het schieten is wat lastiger, weet je wel. Die L2 is niet meer een soort turbo power move waarmee je de bal van 70 meter erin trapt. L2 is bij mij zeg maar zo power shot, om het zo maar even te noemen. En ik heb er nog niet genoeg gespeeld om er heel diep op in te gaan. Dat ga ik zeker wel doen de aankomende dagen. Ik vraag me alleen af wat jullie ervan denken. En ook omdat ik, weet je, ik wil deze discussie niet aanzwengelen. Omdat ik met PES, net als iedereen, sinds 2008 echt wel helemaal klaar ben. Weet je, het bestaat eigenlijk niet eens meer. Pro Evolution Soccer heb ik het natuurlijk over. En iedereen die voetbalgames en de geschiedenis van voetbalgames kent, weet, 98 tot 2008 was het PES dat de scepter zwaaide. Na FIFA 98, zeg maar. En vanaf 2008 nam FIFA het stokje over. En terwijl naast PES altijd FIFA bestaan heeft, kan in zeg maar, de nieuwe heerschappij van FIFA daarnaast kan geen PES meer bestaan. Het is onmogelijk. FIFA heeft Ultimate Team, ziet er beter uit, speelt beter, is beter. Alles aan FIFA is beter dan PES. Ook al hebben ze allebei een dramatische online ervaring. Laten we er ook even eerlijk in zijn. Maar ik hoor dus mensen die ik elk jaar hoor, dezelfde mensen weer, ja maar PES, dit jaar, weet je, wij gaan hem spelen. Ik en mijn vrienden gaan hem halen, we gaan hem weer een kans geven. Waarom? Leg het me uit. Ik heb geen beelden van de game gezien, want een voetbalgame moet je wel spelen om het een beetje te voelen of het goed is. Maar ik kan me dus echt 0,0% voorstellen dat PES dit jaar enigszins in de buurt gekomen bij FIFA. Ja, wat mij betreft dood en begraven, man. En dat zeg ik echt met pijn in mijn hart. Want het liefst zie ik twee fantastische voetbalgames in plaats van één hele goede en één hele kutte. Maar de afgelopen jaren heb ik steeds gehoopt tegen beter weten in. En velen met mij. En in 2008, 2009, 2010 was iedereen zo van, elk magazine had een PES tegen FIFA op dezelfde pagina. En elke website had de gruwelijk unieke originele feature, PES of FIFA dit jaar. En soms ging dat in kadertjes, balgevoel. 1 plusje voor PES, een minnetje voor FIFA. Aan het einde van de rit is het 4-5 voor een van de games. Anyways, helemaal fucking lame. En die discussie is dus al dood de afgelopen 2 jaar. Zo'n beetje bij elke zichzelf respecterende media. En ik hoop dat ik dat nu zeg en dat er niet iemand een artikel op Inside Gamer van een maand geleden opduikelt. Maar anyways, voor mij is het echt over en sluit met PES. En ik vraag me af waar het vandaan komt dat mensen weer roepen van dit jaar gaat het veranderen. Dus laat het me weten, man. Ben je ook een van die believers, belief-PES'ers, die gelooft nog steeds in de terugkeer van PES en wel dit jaar misschien al zelfs wel. En zo ja, waarom? Of ben je en blijf je bij FIFA omdat FIFA gewoon het beste is tegenwoordig? Ik wil het horen van jullie in de comments. Laat de hooligans, internethooligans, maar losbarsten. Neem de fakkels mee, neem de kwetsende spreekkoren mee en hang een spandoek op voor je favoriete voetbalgame. Allemaal in de comments.
brand dus los. En dan heb ik nog één klein vraagje aan jullie. Voordat ik zeg dat jullie woensdag allemaal je vragen ingestuurd moeten hebben voor het Simon 6 vragenvuurtje naar simon6@instagamer.nl. Maar voordat ik dat dus ga zeggen, wil ik even jullie weten, ik heb Destiny van de week gespeeld, dit weekend. Alleen de eerste missie, helemaal alleen natuurlijk, want ik heb nog echt geen tijd gehad om er diep in te duiken. Ik ga het wel doen aankomende week en ik wil ook wat gaan streamen. En wij streamen op Instagram natuurlijk ook best wel behoorlijk veel en zeker de laatste tijd echt superveel. En ik vraag me altijd af, waarom kijken jullie streams? Wat is het ding om naar een stream te kijken? Is het degene die streamt? Is het het commentaar wat je erbij krijgt? Of is het gewoon, ik wil iets aanzetten. Het maakt me niet uit of het in het begin van de game of halverwege is. Of wil je gewoon even streams terugkijken? Wil je iemand die echt serieus gaat bespreken? Zo van, nou, dit is deze game en ik ben hem aan het spelen en hier gaat het over. Of wil je iemand die gewoon slap aan het lullen is? Anyways, alle dingen, alle facetten waardoor jij een stream kijkt, is eigenlijk wat ik me afvraag. Ik wil het zelf ook vaker gaan doen. Ik zeg al, op IG zijn we er heel veel mee bezig. Dus laat vooral dat even weten, man. En dan gaan we, of in ieder geval, ik er sowieso rekening mee houden. En ik ga ook wat vaker streamen. En die jongens hier horen vast en zeker ook allemaal wat jullie willen zien. Dus zeg dat allemaal in de comments. En vergeet niet je vragen in te sturen. Voor woensdag dus. Simon6@instagamer.nl. Ik behandel ze weer. En nogmaals, nog één keer, omdat hij zo mooi is, deze.